and you can dance for inspiration. Ik ga wij op zoek naar de coolste, hipste discotheken in Vlaanderen. Naast beelden van de discotheek krijgen jullie ook beelden te zien van onze danswedstrijd. Vanavond is het de beurt aan La Rocca. Dit is NightClubbin. Welkom in La Rocca. Bestaat ondertussen al 15 jaar en is ongetwijfeld een van de grootste pionieren in de housemuziek. Wie aan La Rocca denkt, denkt vooral aan het concept op zondagavond. En dat is ook de reden waarom wij hier vanavond op zondagavond zijn. Wat vind jij van La Rocca? Ja, dat zeggen we ook ervoor. Meer kan ik niet zeggen. Dat is al wat ik kan zeggen. I come every Sunday here and I think this is the best disco in Belgium. Really. Ik kom hier al jaren. Ik ben zelf een kapper. Dus mijn enige dag is zondagavond. Zondagnacht. Met maandagmorgen. Vind ik geweldig. De zondag in La Rocca is echt helemaal top. Echt waar. La Rocca is very good, very beautiful, very master. I love you, La Rocca. La Rocca ging in 88 van start. Hoe is het allemaal begonnen? Meer bepaald augustus 88 waren wij de eerste, samen met Boccaccio op dat moment in Gent, waren wij de eerste discotheek die in house brachten. Of, althans in zijn toenmalige vorm, want dat noemde toen nog Newbeat. Jullie hebben twee zalen. Kan jij het verschil uitleggen tussen de main room en de backstage? Op zondag, ik kan het verschil nu even uitleggen, op zondag draait Marco binnen in de grote zaal meer trance, terwijl er hier meer groovy muziek wordt gedraaid. Veel meer soulmuziek, stemmetjes erin. Eigenlijk heel dansbare muziek voor in de vroegere uurtjes. En dat bedoel ik echt de echte vroege uurtjes eigenlijk. Zoals gezegd is er vanavond ook nog een danswedstrijd. Hier achter mij zijn de kandidaten zich al aan het inschrijven. Wie de uiteindelijke winnaar wordt, beslissen jullie thuis zelf via sms. Wat ik jullie wel alvast kan vertellen, is dat de winnaar een reis zal aangeboden krijgen door GMTV. Maar dat is voor later. Betere trends zoals alleen DJ Marco het kan. Music.
you can dance. Het is ondertussen tijd geworden voor het eerste deel van onze danswedstrijd. Jurylid vandaag is mijn collega Pieter Loridon. Pieter, jij kan bewegen, dat staat vast, maar kan jij ook dansen? Ik beweeg heel veel. Kilometers. Dansen is iets anders. Als ik dronken ben, dan beschouw ik me als een van de beste dansers van België. Maar ik heb nog nooit iemand anders geweten die tegen mij zei van Pieter, je bent echt een goed danser. Maar ik weet wel het verschil tussen goed dansen en slecht dansen. Ik hoop het, wat heb je zo meteen nodig? We beginnen nu dadelijk aan de eerste ronde van de danswedstrijd. Wat houdt die ronde in? Wel, ik heb vier badges gekregen. En ik ga selecteren. Ik hoop dat jullie mij daarin helpen. Ga ik vier mensen selecteren. Vrouwen, mannen die volgens mij een uitstraling hebben, die mooi zijn, volgens mij heel verschillend mooi een uitstraling hebben en die vooral heel, heel goed kunnen dansen. En die mengeling, en als die top is, krijgt hij een badge van me.
Dit was het eerste deel van NightClubbin. In het tweede deel krijgen jullie meer beelden te zien van La Rocca en uiteraard deel 2 van onze danswedstrijd. Na dit. Welkom terug bij NightClubbin. Zometeen krijgen jullie het tweede deel te zien van onze danswedstrijd. Maar eerst dit. Jaar geleden zijn we begonnen met La Rocca ook open te doen op zondag. Wat ook niet zo evident is, want haal maar eens een publiek uit hun huizen of vind maar eens een publiek dat maandags niet moet werken of niet naar show moet. En Marco heeft daar zeker een heel grote steen toe bijgedragen dat voor het succes van zondag. De extravaganza die je hier terugvindt, hebben jullie dat ooit aangekondigd of is dat gewoon stelselmatig gegroeid? Wij hebben dat nooit aangekondigd, maar dat is eigenlijk. En dat is eigenlijk ook niet gegroeid, dat was er van in het begin. Wij zijn open gegaan en vanaf het eerste weekend hadden wij een bepaald soort extravagant publiek die direct onvoorwaardelijke fan waren van La Rocca. Wie van clubmuziek houdt, moet beslist een bezoekje brengen aan de backstage in La Rocca. Hier ligt de nadruk vooral op gezelligheid, intimiteit en extravaganza. Naast mij staat Olivier Abloos, DJ van dienst in de backstage. Olivier, beperkt het zich tot clubmuziek in de backstage? In de backstage voornamelijk. Soms met iets weer world-invloeden, dat we iets Afrikaanser gaan of iets Braziliaanser, maar voornamelijk clubmuziek. Altijd disco-funk-invloeden, club, veel vocaal. Hoe lang draai jij hier al? Hier draai ik 4 jaar en een half in de backstage. Voor de meeste DJ's is het een ultieme natte droom om in La Rocca te komen draaien. Was dat ook zo voor jou? Moeilijk te zeggen, niet echt. Gewoon, ik draai graag, ik heb hier altijd mijn zin mogen doen en ik blijf hier altijd graag draaien. Maar een ultieme droom, dat weet ik niet, dat is moeilijk te zeggen. La Rocca heeft toch iets speciaals hè, voor veel mensen, kan je dat verklaren? Zeker de lange sets geven altijd een bijzondere sfeer, zeker naar de morgen toe en dan de zondagavond op maandag, altijd speciaal. De kleinzaal, backstage. La Rocca is echt super. De mensen zijn gewoon zichzelf, het is één groot feest. Eigenlijk kan je in je eentje komen, het is gewoon één groot feest met z'n allen. Het is echt super. Eén woord, geweldig.
een bekendheid in La Rocca. Wat vind jij van La Rocca? Maar ik kom hier eigenlijk al 15 jaar in La Rocca. Het is toch gewoon een van de meest trendy clubs van België. Maar ik kom gewoon daarheen omdat ik vind dat ze hier eigenlijk wel heel verstrevende muziek spelen. De nieuwe trends, de nieuwe genres kan je hier voor het eerst horen. Goed, zoals in de mensen die naar hier komen, die komen eigenlijk voor de muziek, voor de sfeer. Heel tof volk. Zoals ik al zei, een van de weinige trendy clubs in Vlaanderen. De meeste clubs zijn vrij commercieel, maar La Rocca is gewoon, ja, beste club in Vlaanderen. Pieter, het is zover. Je hebt 4 kandidaten geplukt uit al onze kandidaten. Waarom ben je voor die mensen hier gegaan? Omdat ik ervan overtuigd ben dat met deze 4 we naar de oorlog kunnen gaan. Ik ben 4 op deze groep. Oké. De eerste finaliste is... Wie ben je? Sam Dalet. Hoe lang dans je al? Hoe lang ik dans? Dus van mijn 16, nu ben ik 21, maar het is toch al een jaar, goed jaar geleden dat ik echt ben uitgegaan. Dus ik ben er een beetje uit, maar ik doe mijn best. Het valt op dat je heel atletisch danst. Heb jij ooit R&B of funk gedaan of zo? Nee, ik heb 8 jaar keurturnen gedaan vroeger. Competitieturnen. Pieter, deze jonge dame hier heeft 8 jaar keurturnen gedaan? Ja. Keurturnen gedaan. Verbaast jou dat? Nee, want juist was al aan het vragen van ik zou graag op de dansvloer beginnen dansen, maar dan kan ik mijn voeten naar boven gooien. Dus ik denk dat we nog niet het laatste van deze dame hebben gezien. En ik heb haar gekozen voor de mooie combinatie en mijn fetishgehalte. Ik vind dit een hele mooie fetishgehalte, plus dat ze heel mooi kan dansen. Ik ben eens benieuwd hoe het zit met het fetishgehalte van onze volgende finaliste kandidaat. Wie ben jij? Evie. Hoe lang dans jij al? Van mijn 6 jaar eigenlijk. Ballet, jazz. Maar niet in La Rocca, neem ik aan. Nee. Hoe zou je eigen stijl omschrijven? Mijn eigen stijl. Eigen stijl. Alles mix. Ballet, jazz. Alles in één. Ze heeft een eigen stijl, zegt ze zelf. Wat vind jij ervan? Ze heeft stijl. Ze heeft haar eigen stijl. Ze heeft ook een nektapijt, schitterend. Ik heb mij een jouw stijl gedaan. Volledig foute bril, oversized. En de lolly heeft hem gedaan. Ze heeft trouwens nog altijd een groene tong. Laat dat tong eens zien. Kijk. Trek het je niet aan, fout kan ook juist zijn. Ja, voilà. Dacht ik. Over naar de volgende, deze jonge god. Hoe heet jij? Ik ben Junite. Je hebt ook een heel specifieke stijl, hè? Waar heb je dat geleerd? Nee, echt niet. Gewoon ervoor gaan en amuseren. Nee, niet echt. Ik heb niet echt voor geleerd. Nee. Mooie man die geweldig kan dansen en ik denk dat we er nog van gaan verschieten. Een topper. Comment t'appelles-tu? Hi. Ça fait longtemps que tu danses? Je ne danse pas. Tu ne danses pas? Non, je ne suis pas danseur professionnel, je danse comme ça pour plaisir. Geloof jij in zijn potentieel? Ik geloof in zijn maffiagehalte. En mafiozo's in dansen, ik kom je niet veel tegen, maar wij laten ze onze club vertegenwoordigen. 4. Mooi dat we die hebben gevonden. Thank you.
Zo, het programma zit er bijna op. We hebben kennis mogen maken met La Rocca, met DJ Marco, met Wim, met een drag queen. Pieter, wat vind jij van La Rocca? Niet ver van huis. Een gevestigde waarde. Stelt zelden of bijna nooit teleur. Ik ben blij dat ik nog eens een stapje in de wereld heb gezet. Je hebt nog 4 dansers voor ons geselecteerd. Ik zou jullie willen vragen om jullie nog eens heel even kort voor te stellen. Want het zijn de mensen thuis die moeten beslissen of jullie al dan niet door mogen naar de volgende ronde. Kandidaat nummer 1 is... Ik ben Xan. Ik ga ietsjes directer zijn nu. Just vote for me. Director kan niet. Kandidaat nummer 2, wat vind jij ervan? Evie. En I love to dance, baby. Oeh, ook bijzonder duidelijk. Kandidaat nummer 3, wie ben je en waarom moeten de mensen thuis op jou stemmen? Ik ben Junite en waarom de mensen voor mij moeten stemmen? Ik ben de beste. Oeh, het gaat hier onter direct. Maar dan staat toi, notre quatrième kandidaat. Rai, à voter pour celui que vous trouverez le meilleur. Het wordt moeilijk. En het wordt nog moeilijker, want er komen nog een hele hoop kandidaten bij. Want onze quest is nog niet gedaan. We gaan nog op bezoek bij een heleboel trendy en ongelooflijke discotheken in Vlaanderen. Dus het verhaal is nog lang niet gedaan. Blijf dus zeker kijken. Bedankt voor het kijken vandaag en hopelijk zie ik jullie volgende week terug. Bedankt, La Rocca. You can dance for inspiration.